Het tweede crematorium in Groningen gaat er komen. Het komt op de locatie Hoendiep Noord, direct ten zuiden van het Westpark. Uitvaartorganisaties Algemeen Belang en Dela zijn al 9 jaar op zoek naar een locatie voor een eigen crematorium, gecombineerd met een kantoor en uitvaartcentrum. Dit lijkt een ideale plek. De vergrijzing zorgt voor een toenemende vraag. Je ziet overal initiatieven natuurlijk in het land ontstaan. Zelfwederhoffen hebben we aan de noordoostkant van de stad. Ik denk dat het goed is aan deze kant van de stad ook iets mogelijk te maken. En waar we ook blij mee zijn is dat we op deze plek een prachtige kans hebben om het ook heel mooi landschappelijk in te passen. Een gebouw wat goed past daar in het landschap. En wat ook mogelijk onderdeel van dit plan zou zijn is dat de verbinding tussen Hoendiep en het Westpark, dat we ook die met wandel dan wel fietspaden kunnen verbeteren. Het stadsbestuur is positief. We hebben met de diverse wijkorganisaties gesproken, ook met de directe omwonenden. En de conclusie die wij daaruit trekken is dat wij de plannen willen voortzetten om daar een crematorium mogelijk te maken. De bewoners krijgen nog inspraak. We hebben afgesproken dat er een klankbordgroep komt tijdens het proces en daarna met de omwonenden, zodat eventuele bouwoverlast of verkeersoverlast zoveel mogelijk kan worden beperkt. Er zijn ook een aantal directe aanwonenden die nog wel wat vraagtekens hebben bij hoe komt het er straks uit te zien. Worden mijn belangen wel op een voldoende mate geborgd? En daar zullen we afspraken over maken. De wethouder hoopt dat in 2017 met de bouw van het crematorium wordt begonnen.